Luister donderdag van 5 tot 7 naar het Lood van. 2 uur live radio vanaf locatie. Over en door het dorp. Verzorgd door Kernwelzijn. In samenwerking met de Omroep van de Woorden. RTV Kanaal 30. Vandaag het Lood van... 3, 2, 1... Juist! Nou, centraal, wat ik krijg jij er weer Oudkerk in je buurt, weer feest. Ja, feest. Nou, wat treft het dan dat we nou drie mensen aan tafel hadden die daar een belangrijke rol in spelen? Dat is wel een hele mooie combi zo. Ja, precies. Wat een brugje nemen we dat in vaktermen. Dat ben Wouter Hooghiemste en, mag ik goed zien, Rink van der Meer van de Feindeboom. En Henk Breusma van het café Morgenswal, waar we nu zitten. Welkom, allieren. Goeie met je. Goeie. En we zijn natuurlijk al in het begin alweer zijn van. We zijn op Facebook van alles loskwam van de Feindeboom. En wat mij, wat ik onthoud in de massa foto's en de feestgedruis is van dat je hem na het feest zelfs misschien al een first bier op dronken. Jazeker, dan kunnen we de kroegbaas net met zitten leren, hè? Nee, maar in de Feindeboom zitten hoeveel mensen? Dit hier winnen we met een jongetje man. Oh, dat vond ik first dit nog wel toch. Ja, maar daar gaan we meerdere heen, hè? Net alles vertellen. Oké. Nee. Goed, Wouter. Was je? Nee, dat was Wouter. En, nee, ik ben Wouter. Ja, Rink, dan moet je de microfoon even omheen, man. Want dan kunnen we die al even vertellen. Ja, zo. Hoeft dan net hard te breken. Zo is klaar. De Feindeboom. Dat is een unieke club. Klopt. Jij hebben we van iedereen. Klopt. Wat is er nou zo uniek om? Ja, maar dat is aan Nico. Wij binnen vereniging, besteden volgend jaar 120 hier. 120. 120 hier. En het is van oudsher organiseren wij het dwarsfeest. En als er Iers is op Iersbaan, ik nog speeltjes, nou redenen voor de squalbijen. En ja, wat het bijzondere is, we binnen vereniging werd alleen maar mannen bij zitten. En vroeger werd het van 16 tot 30 hier. Tegenwoordig is het van 18 tot 30 hier. En we zijn alle vrijgezel, ik ben bijen en ben net trouwd. En we komen uit Oudkerk. En dat is een voorwaarde, een keiharde voorwaarde? Dat is een keiharde voorwaarde, ja. Ja. En de verkering mij wel? Ja, verkering mij daar nog wel, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dat hoort in bol. Oké, okay. Maar het maakt net serieus worden. Nee, maar net serieuzer worden. Dan moet je eruit. Ja, ja dan moet je eruit, ja. 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 En die vrouw weet dat denk ik natuurlijk. Die, ja, die weet dat denk ik, ja. Die beginnen net maar hier. Ja, klopt. Ja, die, jongens. En toch gaan we de mannen erin. Ja, hartstikke. Ja, nee, ik ga die foto's zoeken. Ik denk, nou, dat mag haast wel. Maar goed, Jim en dus blijft. Had Jim net wien? Hoe kwam het dan met het feest dan? Hier. Ja, hoe kwam het dan met het feest? Dat zult ik in feest werden. Net ja, zo. Net zo denk ik, nee. Dat is wel een feestcommissie, die ondersteunt dus ook naar mij. Maar in principe maken wij het hele programma voor het dwarsfeest. En we regelen de muziek en ja, optocht, we versieren het dwarp. Ja. Dus dat soort dingen. Hey, Rink, één keer in het jaar hebben we dit, feest. En de rest van het jaar dan, wat doen we dan? Wat vind je de boom? Nou ja, nee, een aantal keer per jaar hebben we nog even een vergadering. Om gewoon alles even te beschermen hoe het gaat. En daarna is het nog wel het uitjes. Altijd sowieso 12, 3 uitjes per jaar. Je bent wat bij lagen. Wat voor uitjes ben je dat? Vertel eens even. Nou, we gaan bijvoorbeeld dit hier ben we dan te Kartenwest en daarna even op Stapping Grange. Nou ja, dan weet je ook wel hoe het gaat. Dat we werden fiest gezellig, laten we het samen zeggen. En ja. Maar wel jongetje man voort en ik jongetje man thuis? Ja, samen uit, samen thuis, dat zeker. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, natuurlijk, ik ben Peer die verzwak je, maar. Dat jet erbij. Dat jet erbij, inderdaad, ja. Ja. Maar dus je vergadert je wat, maar het belangrijkste wat je hem doet is gewoon dat je hem elke keer dat feest ziet. Ja, zeker weten. En wij vergaderen hem hier, neem ik gewoon? In het café? Ja, hier in het café en wel eens in het dwarpshoes en in Reetjerk, wel eens in de Trogreet en op verschillende plakjes wel. Ja, oké. Okay. Dan beginnen we met Henk. Dat was je de man van het café. Klopt. Hoe lang al? 24 jaar. Zo. Dus de volgende je 24, dan mogen we weer een feestje hebben. Ja, dan ben je met deze jongens opgegroeid, of niet? Ja, hij is van Lies. Ja, zeker. Ja. Ze kregen hier al een glasje melk en dan krijgen ze wat oorspul. Ja. Nee? Wat is er voor oor in Fjallenderen hier, Henk? Wat is er voor oor? Nou, ja, in die zin van, de meeste kinderen is nog steeds heel goed vinden. Dus in die zin is er net zo vol verhoren. Wat dingen verhoren, maar ja, dan zijn serieuze dingen. Dat heeft met de wetgeving te maken. Dat is bijvoorbeeld fruizen met café, met rook, eerst het rookverbod. Ja. En ook met drinken van 16 naar 18. En dus de jonge jeugd zoals minder in het café komen, want je gaat naar het café om een glasje bier en dat mijn het meer. En nu doen ze het boet nergens in het bos of op een dijk. Dus dat is wel verhoren.
En dat is jammer voor de jeugd, het is jammer voor de ondernemer en het is jammer voor de overheid, want die kinderen ik net meer om meer. Die moet erop controleren, maar dat gaat al heel lang niet goed. Dus het is volgens mij ja, alleen maar verliezers. Maar de zuster jeugd net mee, die jongste. Ja, jeugd. Er komt er wel jeugd, maar ja. Ze zien net mee. En nog het de sociale media, de rol van het mobieltje. Dat is ook een hele belangrijke rol, spelen gewoon. Dus dat had ik enorm invloed. Ja. Vroeger ging je naar het café omdat je weet, nou, Luc er en Nienke en ik ging er ook heen om praatje te maken en een stukje gezelligheid, een bier te drinken. Maar nu kun je die informatie en alles kun je thuis krijgen. Ja. Als je op een bank zit en bedoel. Ja. Ja, dus, maar je probeert als ondernemer daar gewoon de goede dingen eruit te pikken en ging daar maar verder. Dingen organiseren, live muziek, spokentochten, barbecues, catering, nou, ja, wat dan ook maar. Hè? Dus, je moet er meer dingen omheen organiseren. Je moet er meer dingen omheen organiseren, ja. En toerisme, hoe komt het? Toerisme. Je zit rond water, iemand prachtig te aan de zinnen, de zinnenkant. Ja, toerisme gaat verder prima. Ben er ik best wel en ik hoor organisaties mee bezig om het bekende te maken bij toerisme. Dat we nog meer bootje mee krijgen en fietsers. En als dat mooi waar is, dan gaat dat prima. Ja. Ja. Dus dat is er eigenlijk ook wel bijkam. Ze hebben de laatste peer hier aardig centen voor het om die noordelijke deel van de Elfstede vaarroute beter bevaarbaar te maken. Verste bregen omheen gebracht, het water uit die hebben de haven hebben ze opknapt. En nou, nu is het wel, daar wil ik wel gebruik van maken. Daar wij een protomeesje want water verstaren, we een bordje erbij. En dan die keer dat het mooi waar is om te varen. Dus, en daar kunnen wij als ondernemer op in spilitro hier te gaan. En, nou, wat dan ik waar, om te bieden. Dus dat is best. Hast van immer dan Boedenveld nou bereikbaar is, mijn bootje? Nee, heb ik nog net verder. Nee, wij wonen ik nog graag dat ze je buurt van Hartje. Ik trolloek naar Rinsenbegeerst en van Rinsenbegeerst naar Eeltje Mar en naar Danwoorden. Dus dat dus die naar rond te komen kist. Ja, dat kunnen we. Komt dat zo? Daar ben je wel, organisatie mee bezig. Ja. Okay, goed. Hier ben ik. Ja, je bent jeugd, hè? Had je nog naar de jongeren show hier in het dorp? En je had iets van dat 18 jaar meisje net weer in een café komen, bier... Ah, meisje wil komen, ja, maar ze drinken. Meisje net weer bier drinken. Hoe zou je dat? Wat voor contact had je met jeugd, dat 18? Ja, wat voor contact hebben wij met jeugd, dat 18? Of hoe zou je dat? Wat doen die jongens en van plezier? Hoeveel meisjes die hun? Ik denk dat Ring daar meer, want die Ring jongen, die zit er wat dichterbij, denk ik. Ja, nou het is... ja. Inderdaad, net volle min uit café te gaan, maar wat dat betreft, Boeten is altijd van alles te beleven. Je wil dat gewoon met de hele trim worden, zeker. Maar ja, hoe is dat? Nou ja, vooral bij het sporten en zo, dan zie je ook hoor. En ik studeer zelf in Grains, dus daar ben ik echt een heel soort. Dus echt de jeugd, die shuk net een heel soort meer. Nee. Maar jullie van de Fijnteboen passen heel goed op elkaar, heb ik wel begrepen. Samen uit, samen thuis. Maar voor de jeugd onder de 18. Hoe werkt dat dan? Nou, ik vind dat er steeds, daar is volle minder voor. Hè? Ja. Weet je het vroeger, bijvoorbeeld de Sjering in Triwaan, zegt de eerste ProRegen, dat we de leerderste op stap te gaan. Dat we van 14, 15, 16 hier, daarna gingen ze naar het café ta, of naar de discotheken, maar de jeugdsozen ben je voort, nou, cafés ben je wel, discotheken ben je eigenlijk al dicht en voort. Dus dat is ja, hartstikke jammer. En ik denk, ja, je betekent een paar regels bij van overheid en je kan al eerder door tegen de baan. Ja. Nou, alsjeblieft, waar ben je mee bezig? Wat voor jeugd creëer je? Dus ik heb er net gehoord woord. Ja, en dus die hele sociale controle die vervalt. Het contact is kwijt. Dus ik zoek net weten wat het goed voor is. Dus. En nu hebben jullie van de Fijnteboen de leeftijd veranderd van 16 naar 18. Wat was daar de reden voor? Nou ja, eigenlijk zeg ik wel dat drank... ja, die regel die er is kwam. Dus ja, als we bij de Fijnteboen zitten, heb ik een kort glaasje bier erbij. En dan kunnen we moeilijk jongens van 16 hier zitten van je mij net drinken. Of wat we op feest binnen. Ja, sorry, wij zitten al hier rond een glaasje bier en je bent onfrisken. Ja. Maar het was nu dat een club die 120 hier besteedt, dat die dan de regels aanpassen. Maar. Ja. Klap, dat zo'n correcties weer dat de ene club met Riepsjerk bijvoorbeeld geen contributie meer in de mei van kwartje, want dat die vroeger het idee. Ja. Dat is zonde. Ja, maar goed, je besteden wel en je bloeit besteden. Ja, we hadden het hier, hebben we afscheid naam van 4 leden, maar er binnen het hier ook alweer 3 leden bijkwam. Dus we gaan nog even terug. Ja. Heel goed. Mooi. Heel mooi.
Hoor eens nog, Nienke? Nee, ik denk dat we het meeste hebben gehoord. Alleen de geschiedenis van het café, daar was ik nog wel nieuwsgierig naar. Want het café is een keer afgebrand, het is weer opgebouwd. Ja, het schijnt al heel lang een café te zijn, maar in 1982 is het afgebrand. Toen hebben we schoonouders die hadden restanten, wat er dan van over weer hebben gekocht. En die hadden toen dit pand erop zetten. Die hebben het zien hier, een café die een maar. En toen woonde hij net meer en toen Jannie en ik het overnam. En wij zitten dus nu op jou hier. Ja. Ja. En morgens wel, kan je dat uitlezen wat die namen, ja. Weet je versteert? Het wetter is de Murk, in het Fries de Mark en de Wal, Markswal. Ja. Kijk, helemaal duidelijk.